Goeiedag. Zullen dit weekend heel wat ijsjes verkocht gaan worden, want het wordt tropisch warm in vrijwel heel het land. Ja, hoge temperaturen, daar hadden we vrijdag ook al mee te maken, want vrijdagmiddag kan de temperatuur oplopen tot, nou, in het zuidoosten misschien wel 30 graden, maar overal toch wel die zomerse temperaturen. Dit is het weermodel, het Duitse weermodel dat die Laris laat zien. We zien ook dat het vannacht vrij zacht blijft en morgen dan wordt het de warmste dag van de week, zaterdag, met maxima die oplopen tot 32, 33 graden. Op de kaart is dat ook goed te zien. De nacht van zaterdag op zondag wordt een warme nacht met temperaturen over het algemeen zo rond de 20 graden. Een benauwde nacht ook hoor, er is veel vocht in de atmosfeer. Wat het weer betreft, ja, heel veel zon. De vrijdag, maar ook de zaterdag. Later op zaterdag vanuit het zuiden wel wat meer hoge bewolking. En heel misschien dat er zelfs ook nog wel een enkele bui over gaat trekken. In Zeeland kan dat gaan gebeuren. Maar er zijn ook wat weermodellen die dat voor Limburg laten zien. Zondag, dat is een best wel lastige weerdag nog. Want wat gaat er gebeuren? Boven Frankrijk ontstaan meerdere onweersbuien. En die drijven met die zuidelijke stroming richting Nederland. En misschien dat we daar wel wat restanten van mee gaan pakken. Dit weermodel laat dat ook wel gebeuren. Dat we wat buien zien op zondagochtend. Waarschijnlijk gaat het daarna gewoon heel flink opwarmen. Komen in het oosten weer rond die 30 graden uit. En gaan er forse nieuwe regen- en onweersbuien ontstaan. Kortom, die zondag die ziet er echt een stuk minder uit dan de zaterdag. Het zal zondag ook heel veel benauwder zijn voor het gevoel. Omdat de luchtvochtigheid hoog is. Goed, de zaterdagkaart dan, de middagkaart. Met temperaturen van tropische waarden. 30, 31 graden in het noorden. Neer naar het zuiden toe wordt het 33 tot 34 graden. Waait een matige zuidoostenwind die die warme lucht aanvoert. Heel veel zon zoals u kunt zien. Maar in het zuiden dan later die wolkenvelden. En is er kans op die enkele bui aan het eind van de middag, begin van de avond. De kans is relatief klein, dus we hebben hem nog niet eens ingetekend in de kaart. Voor zondag zijn we daar echt wel wat meer van overtuigd dat er buien gaan vallen. In vrijwel heel het land kan dat gaan gebeuren, zeker in de middag. In de ochtend misschien dus een enkele bui, nog een restant vanuit Frankrijk. In de middag gaan er van die zwaardere onweersbuien ontstaan. Er kunnen echt stevige windstoten bij voorkomen. In korte tijd flink wat water is allemaal mogelijk. Dan is de temperatuur wel opgelopen naar zo'n 29 tot 30 graden in het binnenland. In het westen van het land iets minder warm, 25 tot 27 graden. En de wind, eerst nog zuidoost, maar die gaat dan geleidelijk aan draaien naar het zuidwesten. En wat gebeurt er dan na het weekeinde? Want daar gaan we toch ook even naar kijken. De eerste zomervakanties beginnen vanaf dit weekeinde. En dan zien we, als we de zondagmiddagkaart oppakken, die buienactiviteit die dus vanuit het zuidwesten komt opzetten. Dat zijn forse onweersbuien, die trekken dan over. En daarachter hebben we een zuidwestelijke stroming. En dan wordt er echt wel wat koelere lucht aangevoerd. Dan is die tropische warmte verdwenen en ligt de temperatuur over het algemeen zo rond de 22 graden. Met daarbij ook wel een wat wisselvalliger beeld, omdat depressies vanaf de oceaan via Groot-Brittannië toch vaak richting Scandinavië kunnen trekken, dan pakken wij daar een storingje van mee. Maar we zien ook nog wel dat het hoge drukgebied boven Frankrijk en Duitsland in de buurt blijft. En als dat dan af en toe een beetje opbouwt richting het noorden, heb je zomaar een prachtige zomerdag. Kortom, het weerbeeld na het weekeinde zou ik willen omschrijven als typisch Hollands zomerweer. Dat doe ik wel vaker, want temperaturen die zijn wat gematigder. Er valt dus af en toe een bui, maar er zijn zeker ook zonnige perioden. Wat wel opvalt, is dat het heel standvastig is. Hè? Want we hebben dus eerst die warmte op vrijdag, zaterdag en zondag. Dan die zwaardere buien die over gaan trekken en die de hitte verdrijven. En dan blijven we in het midden van het land zo rond die 22 graden. En het lijkt dan wel bijna twee weken zo door te gaan. Maar wel met af en toe buien erbij. Want die neerslagkans die is ook aanzienlijk. Fijn weekend.